Zowat de voltallige Vlaamse havengemeenschap tekende op dinsdagavond 9 januari al voor de 17e keer present voor de nieuwjaarsreceptie van CEPA en Alpha Port Voca in samenwerking met Port of Antwerp Bruges. Gedelegeerd bestuurder van CEPA, Paul Valkeniers, onderstreepte het belang van dit event. Het is een heel belangrijk event, want ja, netwerking en teambuilding is ongelooflijk belangrijk in de haven. En dit is de ideale gelegenheid om ja, de nieuwjaarswensen te combineren met netwerking, elkaar zien, afspraken maken en vooral het goed gevoel creëren van we zijn een haven, we zijn belangrijk voor Vlaanderen en we kunnen samen heel veel bereiken. Er wordt in 2024, een verkiezingsjaar, uitgekeken naar enkele belangrijke doorbraken voor de toekomst van onze havens. Ja, fiscale dossiers rond ploegenarbeid is een belangrijk fiscaal dossier waar een aantal maanden discussie over is en dat we hopelijk toch op een positieve manier een positieve wending kunnen geven. En dan inderdaad, die moeilijke conjunctuur waar we in zitten, dat we daar toch ook wat zicht krijgen op beterschap. Het heel belangrijk is en cruciaal is natuurlijk de stemming van het stikstofdecreet. Staat voor eind januari gepland. En iedereen die het goed voor heeft met onze Vlaamse welvaart en inzit met de toekomst van de bedrijven en de jobs in onze regio, ja, kan niet anders dan dat decreet mee goedkeuren. Dus dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. En ik hoop natuurlijk ook op een definitieve doorbraak in het ECA-dossier en de sluis voor platform Zeebrugge. We zullen zien hoe ver we daar natuurlijk wettelijk geraken of decretaal geraken. Maar bijvoorbeeld afspraken over de sluitende financieringsverdeling zou wel een heel belangrijke zijn dat die nog kan gefinaliseerd worden. Het dossier wordt natuurlijk weer ECA, die extra containercapaciteit waar we al heel lang over spreken. En het wordt natuurlijk meer dan tijd dat we daar concrete stappen in gaan zetten. En we gaan concreet in het eerste trimester van 2024 de klanten bevragen waarvoor we eigenlijk die investering doen. Hoe geïnteresseerd zijn ze nog? Hoe ongeduldig zijn ze? Wat verwachten ze concreet? En uiteraard zal het dan aan ons, maar ook aan de politiek zijn, om de nodige stappen in dat proces te zetten, zodat we eindelijk ook van het idee, van de droom, van extra containercapaciteit kunnen overstappen naar de realiteit. Het dok is er en we kunnen het eindelijk gaan nuttigen. Denkt u dat er in 2024 ook een doorbraak komt in het walstroomdossier? Het walstroomdossier, dat is ook zoiets waar we al lang over spreken. En daar hoor ik zeer positieve geluiden. Zowel in Zeebrugge als in Antwerpen, waar concreet nu wordt gefinaliseerd. Dus ik denk dat we in de komende weken, maanden bij Flows gaan kunnen aankondigen dat we eindelijk daar een concreet dossier hebben, een concrete investering. En ook een concrete timing. Ik zie u inderdaad wat glimlachen en bedenkelijk kijken, maar ik durf bijna garanderen dat 2024 het jaar van Walstroom ook gaat worden. De meeste dossiers zijn langlopende dossiers, dus ik kan niet alles doen. Maar een van de dossiers die toch wel, waar die window of opportunity waar ik naar verwees, dat er aanwezig is, dat is de hervorming van het loodswezen. En dat is iets waar we nu op zouden kunnen doorduwen zonder te forceren. Maar een ander heel belangrijk topic waar wij eigenlijk mee begonnen zijn in 2023 en waarvan we het daklicht hopen te zien in de loop van 2024 is het IRP. IRP is het digitale inkomen douaneproces, dus rond de nieuwe Europese douanewetgeving. En dat is het eerste project waar we echt als community hebben gezegd hoe gaan we dit aanpakken? Dus we hebben een hele professionele projectaanpak daar rond gebouwd. We hebben alle lessons learned meegenomen uit CPU. En als ik zie wat er daar al in 2023 gerealiseerd is en hoe we het juist opvolgen, hoe we het juist aan het concretiseren zijn om echt helemaal met die community klaar te zijn in de loop van 2024 als IRP live gaat. Dat is eigenlijk waar ik volledig naar uitkijk in 2024. Wat mijn vurigste wens is dat het stikstofdecreet nu gestemd wordt in het parlement. Ik hoop dat we dat voor eind januari nog kunnen meemaken. En zodanig dat we een robuust vergunningskader hebben, ook voor de haven. Dat is eigenlijk denk ik het op korte termijn. Het tweede element is de uitdaging op de jobmarkt, die ook in Antwerpen, in het Antwerps bedrijfsleven, speelt. Waar ik denk dat we nog een tandje kunnen bijsteken in het activeren
creëren van mensen die zich niet aanbieden op de arbeidsmarkt. Ik denk dan aan langdurig zieken. Dat zijn zeker zaken waar we nog kunnen evolueren om die uitdaging ook op de arbeidsmarkt kunnen op te lossen. Ik denk het belangrijkste, de infrastructuurdossiers zijn langs de ene kant ECA, het nieuwe dok dat in Antwerpen moet komen, en dan de sluis in Zeebrugge. En het is onze ambitie van de Vlaamse regering om toch de definitieve besluitvorming nog voor de verkiezingen te doen, zodat daarna in lopende zaken en zo die zaken verder kunnen gebeuren. ECA en de sluis in Zeebrugge zijn twee van de belangrijkste infrastructuurdossiers, denk ik. Vanuit de havengemeenschap wordt er toch met voorzichtig positivisme naar 2024 gekeken. Blijf vertrouwen op de sterkte van de platformen Antwerpen en Zeebrugge en dus positief gesteld dat we eigenlijk tegenslagen links kunnen compenseren met goede ontwikkelingen rechts. Dus ik blijf eigenlijk altijd optimistisch naar dat moeilijke jaar kijken. De helft van de wereldbevolking gaat gaan stemmen. Ik hoop, want dat is heel belangrijk, de geopolitieke spanningen in de wereld, dat wij goede politici, wereldleiders krijgen die een rustiger klimaat kunnen bestendigen waarin trade kan floreren. Nu, 2024 is ook een jaar een belangrijke uitdaging. Wij zijn voorzitter nu van de Raad. En er is een heel groot dossier in handen van de Raad nu, namelijk een volledige nieuwe douanewetgeving staat in de stijger. Daar moet nu in de Raad over gedebatteerd worden. Wij kunnen dat nu mee begeleiden. Een beetje richting aangeven. Dat is extreem belangrijk, niet alleen voor ons, maar eigenlijk voor bijna iedereen hier in deze zaal. Loodsen blijven natuurlijk een belangrijk thema, de continuïteit en de bedrijfszekerheid van het loodsensysteem. Zeker een prioriteit. En we gaan volgende week van start met CPU. Dat is een heel uitdagend project. In de speeches is dat ook voor gezegd geweest. Dus voor het eerst gaan we afstappen van de pincodes, waardoor dat heel de supply chain veiliger wordt. Ik denk dat we gemeenschappelijk ook onze bekommernissen hebben over de problematiek rond vergunningen, die ook aangekaart geweest is. Natuurlijk, in Antwerpen hebben ze ECA, wij hebben onze zeesluis, dus wij zijn ook zeer benieuwd naar wat de politiek allemaal belooft. Nu, die beloftes zijn al dikwijls gedaan, maar de realiteit toont ook dat het soms wel op zich wat laat wachten. Vermaak na arbeid. De arbeid hebben jullie geleverd. Laat het nu tijd zijn voor het vermaak.